En dus nodig. Als je kijkt hoe iemand als Huub van Doorn heeft gefunctioneerd samen met zijn vrouw, dan waren dat al hele concrete voorbeelden van maatschappelijk verantwoord ondernemen, nog lang voordat wij er nu over praten. Wat kunnen wij als wij leren van dit soort ondernemers? Wat kunnen we leren van mensen die trots zijn op hun bedrijf, maar die trots zijn op de samenleving en zich er voluit van willen geven? En daarom is dit vandaag meer, dames en heren, dan alleen het onthullen van een beeld. Het is stilstaan bij de gedachtenis van mensen die zoveel hebben betekend. Trots zijn op Huub en Rie van Doorn. En vooral proberen door te gaan in hun spoor. Omdat het pareltjes zijn geweest voor wat Nederland kan en wat Nederland moet. In het verleden, in heden en in de toekomst. En daarom beschouw ik het ook als een grote eer om vandaag hier samen met nog de twee levende kinderen van Huub en Rie van Doorn hier aanwezig te mogen zijn om het standbeeld te mogen onthullen. Dames en heren, wat is dit een fantastische dag met de harmonie, met de hippische karakter en met al die fantastische mensen hier in Deur. Wat is dit een dag van ondernemerschap, van vertrouwen, van samenwerking, van sociale kwaliteit van samenleven. Het is een grote eer voor mij als minister-president om vandaag in uw midden te mogen zijn. Hartelijk dank, minister-president, voor deze mooie woorden. Jammer nou even van die kritiek. Maar u moet weten, heer Balkenende, wij zouden de lichten nooit op rood zetten als u hier bent. We zouden toch kiezen voor de groene kleur, daar staat ze wel. Ja, ja, ja. Het schoot me net erbij. Dames en heren, we gaan verder. Wij willen graag vragen aan u, minister-president, aan de kinderen van het echtpaar van Doornen en onze burgemeester om over te gaan tot de onthulling van het beeld. Wij willen het zien, we zijn er trots op, de heel Deurne en geheel Nederland en ver daarbuiten het zo dadelijk maar gaan schouwen. Mag ik u vragen om over te gaan tot de onthulling van het beeld. Het beeld van het echtpaar, u en Rie van Doornen Reinders. Altijd in ons midden, de trots voor elke Deurnenaar. Voor uw kinderen, voor onze minister-president, voor de burgemeester. Het moment is daar, de onthulling door de kinderen. Wij hopen dat u het allen kunt zien. Tini en Huub junior drukken op de knop. En dan gaan wij het zien. Ook de waarnemend commissaris van de koningin mag erbij, natuurlijk. Zelfs Jeroen verliezen. Voor altijd in Deurne het duo-beeld van dit echt. We zijn benieuwd. Ja. Hier staat het. Dankjewel aan onze minister-president, aan onze burgemeester, aan de kinderen die ontroerd zijn bij dit mooie beeld. En wat ziet het er prachtig uit. Dames en heren, als degene het beeld bezichtigd hebben, willen we ook graag een bloemenhulde brengen aan dit beeld. We vragen of de kinderen van het Hoefke de bloemen willen aanbieden aan de kinderen, de kinderen zover zijn voor de bloemen die het gemaakt heeft. Compliment aan de stichting Vriendenkring Ons Deurnen. Thank you.
mag ik ook de vrouw van de burgemeester even vragen om te komen naar voren, want ook u deelgenoot bent van deze hulde. Onder de mooie muziek van de harmonie. Oké, dankjewel. Dankjewel, wat een mooi beeld, wat een mooie bloemen. Dames en heren, gaat u weer even zitten. We hebben nog enkele sprekers meer. Ik wil graag het woord geven aan de heer Teun Mutsaars namens de vriendenkring Ons Deurne. Hij wil jullie vertellen, u allen, hoe het mogelijk is geweest om zo'n schoon beeld te maken. Ex, kom hiervoor staan. Allemaal. Het duurt maar een minuut, jongens. Het duurt maar een minuut. Nou. We richten ons even tot de bewoners in de Nieuwenhof. Beste bewoners, hier staan we dan. Dit is de minister-president. Ja, ja, hold on. Hoog voorzichtig, dat is niet in. Hoog voorzichtig. Dankjewel. Kan het met me gaan. Kan het met me gaan. Wat er gebeurt. Voorzichtig is er aan. Voorzichtig dat er niks gebeurt. Hartelijk dank, minister-president. De vraag was eigenlijk ook, ik heb begrepen dat u het altijd heel druk hebt. Als er nog eens tijd over is, welkom in de Nieuwenhof. Het is hier dun en hard. Ja. Voorop en iedereen sluit aan. Brengt uw hulde aan het beeld richting de markt.